hoek van je schaatsenrijden duidelijk maakt... een cultuurgeschiedenis is de ondertitel. Duidelijk maakt waar er allemaal al niet op de wereld werd geschaatst, wordt geschaatst. Een Chinees schaatsleger was er bijvoorbeeld. Soldaten van Napoleon die schaatsten. Laten we de vraag die daaraan vooraf gaat eerst even stellen. Namelijk deze. Er was niet zo'n boek. Nee, eigenlijk niet. Ik heb het boek ook met opzet Schaatsenrijden genoemd. Het is ook een klein eerbetoon aan meester J. van Buttinga-Wiggers. Ooit de secretaris van de Nederlandse Schaatsenrijdersbond in 1880. Hij was ook bondscoach, manager van alles, maar vooral ook schaatshistoricus. Hij heeft enorm veel onderzoek gedaan naar de schaatsgeschiedenis. En hij heeft, ik meen in 1883, het boek Schaatsenrijden geschreven. En eigenlijk is dat nog steeds het enige standaardwerk wat de schaatssport en de schaatscultuur in historisch perspectief plaatst. Het gaat zowel over het ontstaan van de schaatscultuur, over de dichtkunst, over de schilderkunst, over alles wat daaromheen hangt, maar ook over de schaatssport. En die twee samen, ja, dat is wat ik in dit boek ook heb proberen te doen. Ja, het komt bij jou. Niet alleen voor Nederland, maar eigenlijk wereldwijd. Maar hoe komt het dan, want je bent historicus ook, hoe komt het dan dat er zeg maar, nou ja, meer dan een eeuw lang gewoon niet echt zo'n boek gemaakt is? Terwijl die schaatscultuur overal, ook in de Nederlandse cultuur, opduikt. In boeken, op schilderijen, ja, noem maar op. Ja, dat is moeilijk in de hoofden van andere historici te kijken. Herman Pleij heeft wel met de sneeuwpoppen van 1511, geloof ik, een inkijkje gegeven in de wintercultuur en ook in het ijsvermaak in de Nederlanden. Dat speelt zich in Antwerpen af. Dat speelt zich voornamelijk dat gaat over sneeuwpoppen. In de zuidelijke Nederlanden af, ja. Maar een overall beeld van de schaatscultuur wereldwijd... ja, er moet maar zo'n gek opstaan die daar zin in heeft. En het is natuurlijk een minuscuul onderwerpje... waarbij je niet zo gauw de bronnen bij elkaar veegt en daar een boek van maakt. Dat is denk ik ook een reden. En daarnaast, ja, wat is er nou zo specifiek aan dat schaatsenrijden... dat je je alleen daarop toe gaat spitsen? Geef het antwoord maar. Ja... Daar zit natuurlijk ook een romantisch idee achter... wat je ook bij heel veel schrijvers en dichters terugvindt. Goethe bijvoorbeeld, Wordsworth, de Engelse dichter. Die allemaal prachtig lyrisch hebben geschreven over dat schaatsen... en tijdens dat schaatsen ook hun inspiratie vonden voor hun gedichten, voor hun proza. En dat valt denk ik alleen maar te verklaren uit een ook biologisch concept... dat de mens die bijna kan vliegen, als een soort oerdrang van de mens om te kunnen vliegen. Niet voor niets zijn dromen waarin we kunnen vliegen altijd een bewijs van dat we in een bijna euforische staat verkeren. Ja. Voor zover we dat vliegen kunnen controleren. Als we helemaal het heelal uitvliegen, dan is er iets mis van boven. Maar zolang we prachtig kunnen vliegen met van die vergezichten als van een vogel, dat is eigenlijk het gevoel wat je bijna kan benaderen als je op de schaats zit. Want de weerstand is alleen de weerstand, net als van een vogel, de weerstand tegen de lucht. De weerstand van het ijzer op het ijs is minimaal. Dat is maar 2 of 3% van de totale weerstand die je moet overwinnen. Dus als schaatsend ervaren we alsof we vliegen over het land. Dat is wel mooi dat je dat zo vertelt. Want er was toch onlangs dat onderzoek waaruit bleek dat schaatsen gelukkig maakt? Ja. Nou ja, dit is dus dan de verklaring. In die staat gaat die hormoonhuishouding in je kop gewoon alles naar boven brengen... waardoor wij in een staat van euforie raken. Je kan ook de tijd vergeten. Wat hardlopers ook kunnen hebben als ze heel lang hardlopen... dat bereiken schaatsers op natuurreis eigenlijk veel sneller. Namelijk dat je in die cadans in een perfecte staat van zijn en bewustzijn terechtkomt. Het begin van die schaatscultuur, hè? Als je die moet dateren. Hoe doe je dat?
Ja, nou ja, we hebben natuurlijk eeuwenlang hebben we op houtjes voortgestrompeld, op botten en dan met prikstokken. Rendier, dat beschrijf je ook, hè? Rendierbotten. Ja, dat was natuurlijk een ideale manier om in de oertijd in die delta's waar wij natuurlijk ook zaten, die liepen onder water, die bevroren. En ja, vervolgens kon je daar niet door je schoenen op botten vast te binden en dan met prikstokken je voor te duwen, kon je daar enorme afstanden over. Is in dat verband wel aardig dat er een paleontologisch die ooit heeft verklaard dat de strijd tussen Homo sapiens en de Neandertaler, dat die uiteindelijk ten voordele van de Homo sapiens is beslist, omdat die als eerste schaatsbotten tot zijn beschikking had. Ah, ja. En daardoor zijn jachtterrein kon uitbreiden. Ja. En dat is dus ten koste gegaan van de Neandertaler. Die niet wist wat schaatsen was. Precies. Nee, maar dit pas veel later heeft hij erkend dat het een volkomen flauwe cult is. Nee. Was. Maar ik hij hou is hem dus heel lang is hij serieus genomen in historische kringen. Ja, maar hij klinkt ook helemaal niet gek. Het zou ook kunnen. Ja. Ik bedoel, er is ook een onderzoek ooit in Zweden gedaan, ook fascinerend, dat Zweden oren hebben waarmee ze beter kunnen horen wanneer ijs dreigt te breken dan bijvoorbeeld mensen van het vasteland van Europa. Ja. Hoe zou dat komen? Blijkbaar heeft het kunnen horen wanneer ijs breekt een rol gespeeld bij de overleving van mensen. Uh-huh. Zij die minder gauw door het ijs braken, overleefden beter dan zij die dat niet konden. Overigens even voor de goede orde. Het dateren van die schaatscultuur. Ik zit nu te denken, en ik had aan het begin beloofd dat ik een link zou maken naar het katholicisme. En nu schiet me te binnen. Want zo werkt je boek ook. Het zijn allemaal korte hoofdstukken die je op een hele grappige manier aan elkaar kunt combineren. Ik zit te denken aan Lidwina. Lidwina, ja. Nou ja, kijk, de echte schaatscultuur begint natuurlijk pas als we die ijzeren schaats hebben. Waarmee je zijwaarts kan afzetten en opeens gigantische snelheden kan ontwikkelen. Waarmee je als gewone man net zo snel als een ruiter te paard kan gaan. Wat ook een democratiserende werking had. Maar ook je range enorm vergroten. Ja. Nou, dat ontstaat zo in de 13e eeuw. Dan wordt die metalen schaats vermoedelijk ergens in het Scheldegebied, precies weten we dat nog niet, wordt die ontdekt en uitgevonden. En die begint dan aan een onstuitbare opmars. Ja. En dan zie je in 1395 dat het meisje Lidwina in Schiedam, uit Schiedam ter val komt. Een zwaar lang lijden tegemoet gaat, niet eet, toch in leven blijft. Kortom, alle facetten voor een heilige leven vele jaren, zijn hè? In de maas. Ze wordt vereerd. Ik geloof dat ze 30 of 40 jaar ziek op bed heeft gelegen. En dan is Johannes Brugman, de beroemde dominee van Lullen als Brugman, die beschrijft haar leven. Lullen als Brugman komt dat komt van hem vandaan, van dominee Brugman. Die schrijft in 1495 het leven van Lidwina en daar wordt een prachtige prent in opgenomen waarin je haar op het ijs ziet spelen met haar medemaagden. Inderdaad onderuit is gekomen. Ze heeft prachtige ijzeren schaatsjes aan de voeten. En die prent wordt razend populair. Zij wordt vereerd. En vanaf dat moment krijgt de schaatscultuur ook een gezicht. Want tegelijkertijd schildert Jeroen Bos ook zijn eerste zijn Tuin der Lusten bijvoorbeeld, waarin hij de schaatsers in de hel afbeeldt. Ja. Dus op dat moment kan je zeggen, is schaatsen al een topos in de cultuur geworden. En er wordt over geschreven, er wordt geschilderd. En dan is het is toch eigenlijk is raar dat niet iemand eerder al op het idee is gekomen om zo'n boek te maken. Want het is, jij zegt het is een minuscuul onderwerp. Het is een gigantisch onderwerp. Het is een wereldwijd onderwerp. Nou ja, want kijk, nu kan ik me meteen zeggen, en dat komt dankzij jouw boek, waarom schilderde Van Gogh geen schaatsers? Ja, dat is een hoogst merkwaardige vraag die ik me ook heb gesteld. Ik denk dat er nog wel een schaatser van Van Gogh zou kunnen opduiken, hoor. Maar hij heeft natuurlijk vooral in zijn Nederlandse tijd heeft hij veel in de winter al die zwaarmoedige portretten van landarbeiders en zo. Maar zo gauw hij naar Frankrijk is gegaan, is hij natuurlijk het licht gaan schilderen in de zomer, in het voorjaar en de kleuren. Ja. En voor zoiets als een schaatser had hij toen geen zat zijn kop niet meer in elkaar om zich daar nog voor te interesseren. Maar ook in zijn Nederlandse tijd heeft hij het niet gedaan. Hij hield natuurlijk niet van die kou in de winter en de naargeestigheid. Dat maakte hem depressief. We gaan even terug naar Lidwina. Heilig verklaard. En ik wilde een verband leggen met het katholicisme. En ik zei dat jouw boek nodigt daar ook toe uit. Omdat je verschillende hoofdstukken hebt en je kunt onderwerp aan elkaar koppelen. Dus ik kan nu ook moeiteloos, en ik bedenk dit gewoon echt ter plekke, ik heb wel het filmpje, kan ik even een sprongetje maken naar Volendam. Aan het begin van de vorige eeuw.
katholieke nederzetting. Zo is dat. De Volendammers zijn katholieken, dus hier hebben we nog een keer het katholicisme. En Willy Mullens, we gaan kijken, die heeft daar Holland in IJs heet zijn film, hè? De eerste film over het ijsvermaken in Nederland, van Willy Mullens uit 1917. Laten we gaan kijken. Daar verdiende hij mee, die verkocht hij aan gemeentes. Ja, en dit zijn beelden die, als je die schilderijen van Averkamp erbij bedenkt, dan is er gewoon in 300-400 jaar eigenlijk niet veel veranderd. Daar zie je die figuurtjes ook zich op het ijs voortbewegen en voortploeteren. Het ziet er prachtig uit, hè? Maar je ziet ook, nou, er wordt geschaatst. Het dagelijks leven gaat ook gewoon door. Kijk, die priksleetjes bijvoorbeeld. Nou, ja. Pieter Breugel, die schildert bij tienvoud op zijn schilderijen. En die sleetjes zijn nauwelijks veranderd. Ik bedoel, ijs was ook gewoon transport. Mensen lopen ook gewoon over het ijs. Is het zo dat... heb je daar ook gegevens over hoeveel mensen er nou konden schaatsen in die tijd? Was dat nou iets wat iedereen gelijk... Het was levensbelang. Woonde jij aan het water? Ik bedoel, die landwegen die waren tot ver in de 19e eeuw onbegaanbaar, 's winters. Dus wilde je kunnen verplaatsen. Kijk, hier zie je het toch? Als jij niet over dat ijs liep, dan moest je over door die drassige, bevroren weilanden gaan. Uh-huh. Nou, dat schoot echt niet op. Maar het mooie van deze beelden is inderdaad dat je ook de schilderkunst van Averkamp bijvoorbeeld... Hè, dat is onbetwist onze beste ijsschilder, denk ik, terugziet. Ja, hij heeft dat genre uitgewerkt vanaf het begin van de 17e eeuw. En op dat moment, zeker het eerste kwart van de 17e eeuw... hing in elke kamer aan de grachtengordel hing een winterlandschap. Nu begonnen we aan het begin van dit gesprek over Argentinië. Je bent de collega van Maradona, want je bent... Maradona is ontslagen. Ja, Maradona, jij nog niet. Want jij bent de bondscoach van het Argentijnse schaatsteam. En het zijn twee schaatsers. Ja, daar kijken nog wat jongeren ook. Dus er gebeurt wel wat. Het punt is dat, als je dat zegt, ik ben bondscoach van de Argentijnse schaatsploeg... dan klinkt dat een beetje alsof je... Alsof je het korfbalteam van de Eskimo's traint. Tegelijkertijd leg jij ook heel mooi uit dat het helemaal niet zo ondenkbaar is... dat over 10 jaar de Colombianen bijvoorbeeld... en misschien ook wel een Argentijn gewoon hoog gaan scoren bij wedstrijden. En dat maakt je boek ook zo mooi duidelijk, vind ik. Want we hebben het nu wel over Nederland ook voornamelijk gehad... maar die schaatscultuur die is echt wereldwijd. Ik kan er zoiets uitpikken. Napoleon. Ja, de Fransen. Ik bedoel, nu associëren we Frankrijk helemaal niet meer met schaatsen. Ja, misschien een enkele kunstrijder. Maar ook in de tijd van Napoleon werd er gigantisch geschaatst. Marie-Louise en Lodewijk de 16e, die uiteindelijk onder het schavot zijn beland, waren fanatieke schaatsers. Vervolgens werd de schaatscultuur in Frankrijk in de band gedaan, want het was natuurlijk royalistisch. Aha. Daarom werd het in de band gedaan? Ja, want iedereen die ging schaatsen werd geassocieerd met koninklijke sympathieën, dus dat was meteen verdacht. Maar Napoleon was ook een fanatieke schaatser. Dus hoe moesten ze nou weer die omslag maken om die schaatscultuur acceptabel te maken? Dat hebben ze gedaan door hem te militariseren. Er is een Franse soldaat geweest, Jean Garcin, die heeft een boekje geschreven, Le Vrai Patineur, waarin weer precies stond hoe de nieuwe schaatsers zich dienden te gedragen. Ze gaven hem militaire jasjes aan, gilet rouge, rode jasjes. En er stond precies in beschreven welke oefeningen je moest maken. En van dat moment was de schaatscultuur dus weer bon ton geworden in Frankrijk. En kon iedereen zich weer op de schaats begeven zonder verdacht te worden van koninklijke sympathieën. Napoleon gebruikte zelf schaatsers om als koerierdienst te doen. Er zijn heel veel voorbeelden van beschreven. En die waren veel eerder dan de eerste paard van de tegenstander. Kijk, Marnix, we hadden nog een uur door kunnen gaan. En dat alleen al is een illustratie van de rijkdom van je boek. Schaatsenrijden, een cultuurgeschiedenis. Ik dank je voor dit gesprek. Heel graag gedaan. En ik ga...